Geef ons te eten. Jongens en meisjes, jullie hebben vast en zeker honger, want jullie hebben hard gewerkt, of niet? Oh. Ja! Heel honger! Ja! Lekker! Ja. Ik heb ook honger. Wil mag ik mijn eten al pakken? Nee, dit laten we altijd uitdelen door iemand. Ik! Nou, Fokan, jij zit het dichtst bij, dus jij mag even het fruit uitdelen. Yes! Fruit. Hey, eet je sinaasappel niet op? Nou, ik heb niet zo honger. Ik eet thuis wel wat. Je moet wel goed eten, hè? Dat is gezond. Opeens werden de twee kinderen erg duizelig en lagen ze allemaal eten voor zich. Heb jij niks te eten, Mella? Nou, ik heb ook niet zo'n honger. Heb jij niks te eten? Wat een ongemakkelijke situatie. Nou, jongens, het eten moet bijna op zijn, want we gaan weer verder met de rest van de dag. Maar juffrouw, hij heeft nog niet eens iets te eten. Ja, hij heeft geen eten meegenomen, juffrouw. En zij ook al niet. Hé, hey, hoe kan dat nou? Jullie hadden gisteren geen eten mee, eergisteren geen eten mee, vorige week geen eten mee. Ja, heel raar, hè? Ja, ik zou me ook afvragen hoe dat kan. Wow, wat is dat voor een geluid? Het lijkt wel een aardbeving. Ja, maar ik heb ook zo'n honger. Wow, krijg je nooit wat te eten dan? Nee. En jij, dan heb je thuis dan ook niks te eten. Oh, juffrouw, wat erg. Wat kunnen we hier aan doen? Ja, ik weet het ook niet. Ik schrik er ook wel een beetje van. Wat kunnen we doen? Ik heb nog een stuk banaan over, dan mogen ze best eten. Ik heb nog een stuk appel. Ik heb al één afgegeten, dus de mijne mag je ook nog wel hebben, hoor. Mijn sinaasappel mag je ook wel hebben. Ik zit er toch alleen maar mee te spelen. Dankjewel. De kinderen die nog eten over hadden, brachten het naar de hongerige kinderen. Nou, jongens en meisjes, ik vind het allemaal heel leuk en aardig wat jullie doen. Maar zo lossen we het grote probleem echt niet op, hoor. Misschien kunnen we wat geld in gaan verzamelen, juffrouw. Ja, goed idee, maar hoe komen we dan aan zoveel geld? Eerst schreven ze een brief. Wij willen graag geld inzamelen om eten te krijgen. Nou, die brief sturen we op natuurlijk en hopen we dat er investeerders komen. Niet veel later kwam er een dure, chique auto naar de school gereden. Daar zaten allemaal mogelijke investeerders in. Beste mensen, bedankt dat jullie zijn gekomen. Fijn dat jullie op de brief hebben gereageerd. Jullie zijn hier met één reden. Ja, we waren erg onder de indruk van jullie brief. We willen weten wat jullie ervoor over hebben om geld in te zamelen. Doe je best en verras ons. Als jullie goed je best doen, dan zullen we geld geven. Dus zet hem op. Go, 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 go! Moeten we eigenlijk per rondje betalen? Volgens mij hebben we 2 euro afgesproken. Wat is dan het doel van het rennen? Geld ophalen voor kinderen die geen eten kunnen kopen. Dat klinkt ook interessant, daar wil ik ook wel aan meedoen. Nou, daar ga ik dan ook weer geld aan besteden. Dat zou wel handig zijn, mevrouw. Hebben jullie dan nog meer van zo'n coole acties? Ja, mevrouw, volg ons maar een beetje. Maar eerst werd er al heel veel geld opgehaald door de sponsorloop. Misschien wel een paar duizend euro.
Later begonnen de kinderen in een restaurantje. Limonade te koop, nu limonade voor 1 euro. Verse limonade voor 1 euro. Oh, hallo mevrouw, wilt u limonade? Ja, voor zo'n goed doel wil ik dat wel. Dankjewel. En u ook mevrouw? Jazeker, hier heb je 500 euro. De zaken liepen ontzettend goed. Koekjes te koop. Zelfgemaakte. En paaseitjes. Ja, lekker, doe me wel wat paaseitjes. Ja, pak hem aan, paar. Dankjewel. Wow, dat is weer 100 euro. En als laatste probeerden ze met hun zangtalent ook nog heel veel geld op te halen. Ze zongen zo mooi dat dit ook lukte. De dag had de juffrouw een bijzondere mededeling. Ik heb ontzettend veel telefoontjes gehad van rijke mensen, investeerders, politici. En die kunnen ieder moment komen, jongens en meisjes. Wow, juf, super cool. En die komen speciaal voor ons. Ja, dat komt omdat jullie zo goed jullie best hebben gedaan. Door sponsorloop, eten klaarmaken. Hé, hey, daar zijn ze al! De klas keek er vol verbazing naar. Nou jongens en meisjes, laat eens horen hoe blij jullie zijn dat ze er zijn. Yay! Beste kinderen, we zijn erg onder de indruk van jullie. Jullie hebben goed samengewerkt. En het heeft jullie echt wel wat opgeleverd. Wat dan? Nou, heel veel geld. Waar gaat het geld dan naartoe? Met dat geld zorgen we dat iedereen eten heeft. En dat wil zeggen dat niemand meer honger hoeft te lijden. Wow, is dat erg? Heb ik dan nooit meer honger? Dus ik krijg te eten. Ja, vanaf nu krijg je iedere dag te eten. Yay! En als extra grote beloning mochten de kinderen met een schoolbus naar het voedingscentrum. Lieve kinderen van basisschool De Harlekei, jullie zitten hier nu in het voedingscentrum. In het voedingscentrum kun je alles leren over gezond eten. Het voedingscentrum heeft dankzij jullie heel veel geld gekregen. En daardoor kunnen nu alle kinderen in Nederland gezond eten. Want kinderen hebben recht op goed eten.